Alex en ik hebben echt een hele slechte kart. Alleen we gaan proberen de kart te upgraden naar een hele goede kart. En join even mijn Roblox groep, want er zit nu bijna nog helemaal niemand in. Link in de beschrijving. Durf jij het aan om met mij een race aan te gaan, Jessie? Wil je racen? Ja, we moeten namelijk wat winst verzamelen, want deze kart die kan echt niet meer. Nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb hem nog nooit uitgetest. Ik ben er klaar voor. Oké, we gaan het proberen. Go. Ik ben helemaal niet snel. Alex, ik ben heel sloom. Ik zie jou ook helemaal niet. Ik kan de Warrior niet eens inhalen. Maar wat ik wel weet is dat ik echt de sloomste kaart ooit heb. Het gaat een jaar duren voordat ik aan de overkant ben. Misschien als ik heel hard ga klikken, kan ik de Warrior inhalen. Ja, maar zelfs de Warrior, die hou ik niet eens in. Je moet harder klikken. Ik ben aan het klikken voor mijn leven. Ik heb nog nooit zo snel geklikt, denk ik. Wacht even, ik ben hem aan het inhalen, denk ik. Ik ben hem ook aan het inhalen. Ik kom in de buurt bij de Warrior. Warrior, ik ga je inhalen. Is de Warrior dan een soort gelijk aan de noob? Of zijn wij de noob? Ik denk dat wij de noob zijn, maar er staat wel heel duidelijk easy boven zijn hoofd. En dat betekent makkelijk. Het lukt me niet om hem in te halen en ik klik zo snel als ik kan. Ik heb hem ingehaald. Let's go. Deze tactiek werkt voor klikken. Klik. Hop. Ik rijd naast hem. Kom op, daar is de finishlijn. Ik ben al bijna bij de finish. Ja, ik ook. Maar ga je ik ben hem nog bij de finish aan het inhalen. Tijd is om. Ze hebben allebei de finish niet gehaald. Ik heb ook de finish niet gehaald. Maar ik heb wel de Warrior ingehaald. Daar ben ik wel blij mee. Ja, ik dus niet. En daardoor heb ik maar 10 trofeeën. 10 trofeeën? Ik heb er 117. Je hebt er 117? Ja, omdat ik heb de Warrior ingehaald. Kijk, Alex. Dit wordt echt helemaal niks. Zo. Alex, kijk mijn kaart. Ik heb ineens een oranje kaart gekregen. Ik ben een level 2 kaart. Ik ben nu Max Verstappen. Wat ben ik dan? Jij bent, weet ik niet. Jij bent Alex. Oeh. Ja, hoezo moet ik weer Alex zijn? En mag jij wel een coole race naam hebben? Ik ben Speedy Alex. Zo noem ik mezelf. Ik ben Jessie Verstappen. Ik heb zelfs mijn race shirt aan. Oh ja, want dat is een hele originele race naam, wil je zeggen. Ja, oké. Ik ga even wat leuks doen. Ik heb namelijk een spin. En hopelijk krijg ik wat leuks uit de spin. Nou, wat krijg ik? Waar kan je dat zien staan eigenlijk? Ik heb hier cadeautjes waarmee ik dingen kan krijgen. Oh, ik heb ook cadeautjes. 25 Jij hebt snelheid erbij. Ik heb ineens 2500 strength. Ik heb ook 2500. Wat kan je met strength? Je hebt toch helemaal geen spierballen nodig in een auto? Maar, daar is dat spinradwiel. En een daily heb ik geclaimd. Dat vind ik ook wel leuk. 1000 trofeetjes erbij. Ik moet ook even wat goeds hebben. Ik moet jou namelijk inhalen. Ik moet een betere racer worden dan dat jij bent. Oh, Jesse, hoeveel winst heb jij? Ik heb er 2000. 2000? 2000, ja. Hoezo heb je er zoveel? Ik wou net omschippen dat ik er 750 had gekregen. Ik heb blijkbaar iets goeds gekregen. Hé, Alex, ik moet je wat vertellen. Kijk, sinds wanneer kan je springen met auto's? Dat is echt nieuw inderdaad. En Jesse, we kunnen hier dus blijkbaar een ei kopen. Oké, ik doe wel eerst even 250. Gaan we gewoon kijken wie het beste ei krijgt, ja? Ja, is goed. We kopen hem één keer. Alsjeblieft. We krijgen... Ja, ik heb een varken. Ik heb ook een varken. Hij kijkt echt een beetje boos naar me. Ja, en varkens zijn ook altijd heel sloom. Dus hier hebben we echt helemaal niks aan. Oh, hier hebben we echt niks aan. Oké, we hebben tenminste een pet nu waarmee we iets kunnen, denk ik dan. Ik bedoel, Alex, hij is wel leuk achterwaan. Ik weet wat we ermee kunnen. Hij kijkt heel boos naar me. Ik weet wat we ermee kunnen. Kijk, je kan hier je auto trainen. Wat je eraan hebt, weet ik niet, maar... Nou ja, ik denk dat je op deze manier je auto sneller kan laten gaan. Ik bedoel, hoe meer je traint, hoe beter je ergens in wordt, lijkt mij. Ik ben nu aan het trainen en dan kan je klikken. Oh, dan krijg je sterkheid erbij. Oké. Oh, ik zie het inderdaad. Je krijgt hier echt superveel strength bij als je de hele tijd aan het klikken bent. En ik heb weer een cadeautje en ik heb weer 1000 winst gekregen. Vier mijn cadeautje. Ik wil ook een cadeautje met 1000 winst. Daarmee kan ik zo meteen een nieuw ei openen. Kan je dat ei al openen? Hoeveel winst heb je nu? Nou, ik heb ook nog 1000 erbij. Ik heb er 2500. Oké, zullen we dat eitje openen? Dan kunnen we nog sterker worden. Ja, dat is goed. Daarmee kunnen we sowieso iets goed krijgen. Oh, ik race er naartoe hoor, in mijn kart. Ik snap niet waarom ik een andere kart heb. Dat vind ik wel een beetje gek. Maar ik vind het wel leuk. Ik vind het ook gek inderdaad dat jij een nieuwe hebt gekregen. Maar laten we kijken wat we hier uit gaan krijgen. Wat gaan we krijgen? Nou, ik heb een vogel. Je hebt een vogel, kom op. Laat maar, ik heb een pinguïn. Een pinguïn? Ik heb een grijze, een common pinguïn gekregen, letterlijk. Dat is het slechtste wat je kan krijgen. Ik heb een groene vogel, maar hij is blauw en hij kijkt ook weer een beetje boos. Ja, waarom kijken ze allemaal zo boos? Wat hebben ze tegen ons? Weet ik niet. Wow. De Void Go-Kart. Oh, die is heel duur. Deze is echt super duur. 600 Robux. 600 en deze is ook...
400 Robux. En deze... Ze zijn echt allemaal echt mega duur, lijkt het wel. Hoe duur is dit? Dit is ook duur, zeker. Ja, alles is duur. Alles kost superveel Robux. Oké, zoveel Robux heb ik niet. Oh, ik heb bijna 10.000 strength. Ik moet 10.000 strength hebben. Oh, ik heb al 10.000. Dat ging echt heel snel. Maar dan kan je ergens anders trainen, hè? Oh, ik krijg er nu 500 bij per klik. 500 per klik? Ik krijg er bij 460 per klik bij. Dit vind ik helemaal niet leuk. Dan krijg ik er veel meer dan wat jij krijgt. En er is weer een nieuw cadeautje voor me klaar. Ik heb ook weer een cadeautje. Even. Wat krijg je? Jesse? Jij hebt ook die buddy, hè? Ik heb een epic pet gekregen. Wow, deze is heel groot, Alex. Kijk dit. Wow, inderdaad. Die is echt mega. En hierdoor krijg ik nu 950 keer per klik dingetjes erbij. 950 per klik? Ik sta weer 50.000 en ik heb 70.000 nodig voor de volgende loopbaan. Ik krijg maar 814, dat is veel te weinig. Ik heb nog steeds op die noobbaan. Ik ga weer naar de volgende toe, hoor. Ik denk dat ik misschien een klein beetje ga vals spelen. Jesse, ik krijg er 1700 bij per klik. Ik ga vals spelen, sorry. Hoezo ga je vals spelen? Ik ga misschien wat Robux uitgeven, zodat ik dubbel sterkheid krijg en dubbel winst krijg voor 15 minuten lang. Dat is heel oneerlijk. Wat, dubbele strength, dubbele winst? Oké, hoeveel krijg twee ik nu? Twee keer zoveel geluk met eitjes. Nou oké, daar geloof ik eigenlijk niet zoveel in. Nee, maar die geloof ik ook niet. Dubbele strength, dat is wel een hele goeie. Ik krijg nu 800 per keer erbij. Oh, ik kan naar de volgende. Hoeveel krijg je erbij? 800 per keer, dat is echt heel veel. 800 per keer, weet je hoeveel ik krijg? Ik krijg er nu... 1900? Hallo, ik zou het toch verdubbeld krijgen? Ik krijg er nu 1400 per keer erbij. Maar er stond letterlijk dat ik het verdubbeld zou krijgen, maar dat gebeurt helemaal niet. Wordt het niet verdubbeld? Nee, want ik kreeg net ook al 1700. Dat is wel een klein beetje raar. Oh, een starter pack. Zie je dat? Wacht eens even, het staat helemaal nog niet aan, denk ik. Alex, ik heb een starter pack gekocht. Linksboven. Dan heb je letterlijk al die potions in één keer. Heb ik dan al die potions in één... Oh, dan had ik die andere dingen helemaal niet moeten kopen. Maar het wordt nog steeds niet verdubbeld. Dan heb je echt alles dubbel gekocht eigenlijk. Ja, maar het wordt niet verdubbeld. Nee, ik heb dat ook door. Oh, Jesse. Wow. Ik kan naar de volgende gaan. Alex, ik heb een teddybeer. Je hebt een teddybeer? Kijk eens wat ik achter me heb. Een teddybeer. Oh, die ziet er zo lief uit wel. Hey, maar Jesse, denk je niet ook dat het zo weer tijd is om een keertje te gaan racen en te kijken of we die noob van net kunnen inhalen? Oh, ik krijg nu 7000 sterkheid per keer erbij. Maar kom, we gaan racen. Dat vind ik wel een 7000? Heel goed idee. Ja, dat komt door mijn starterbank. Dat komt door mijn teddybeer. Of nee, dat komt door mijn... Hoe kan het dat bij jou wel werkt, die potions, en bij mij niet? Nee, dat komt niet door de potions. Dat komt door de starterpacks. Oh, die starter pack is ook zo goed. Ben je er klaar voor, Jesse? Eigenlijk niet. Ik was aan het kijken waarom de potions niet werken. We worden gewoon opgelicht door Roblox. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik ben gaan racen. Oké, ik ga ook racen. Oh, kom op. Ik ben in echt tweede geworden. Makkelijk. Ben je tweede of eerste? Ja, nu al. Ik heb alleen Skillcrusher nog niet verslagen. Maar ik ben wel echt super snel. Skillcrusher lukt mij ook niet. Maar wat kunnen we met die trofeeën? Dat weet ik niet, maar ik krijg er wel echt 5000 in één keer nu bij. Kijk onze kart! We hebben echt een hele vette kart. Wow, hij heeft bikes gekregen. Oh, Alex, met die trofeeën kunnen we trails kopen en dan krijg je nog meer snelheid erbij. Oh, waar kan je die... Oh, inderdaad, die kan je hier zo kopen. En omdat we er echt superveel hebben, kunnen we eigenlijk gewoon gelijk al eentje van 5000 kopen. Fire 5000? And Ice. Die heb ik ook. Oké, we moeten nog meer snelheid krijgen. Of zullen we nog een eitje... nee. Nou ja, eitje open. Ik heb nog maar 500 wins over. Ja, we hebben ook niet heel veel aan die eitjes. Hier kan ik nog helemaal niet op. Oh, nu krijg ik wel 2900 per klik eindelijk. 2900 per klik? Maar dat komt door je betere trail volgens mij. Ik krijg 11.000, 12.000 per klik. Wat? 12.000? Wow, dat komt door mijn starter pack. Dat is veel. Nou, dat komt door mijn starter pack. Ik heb al bijna 1 miljoen sterkheid. Hoe dan? Ik heb er 700.000, maar het lijkt wel zoveel sneller te gaan bij jou. Heb jij de starter pack gekocht? Nee, ik heb alleen die potions gekocht de hele tijd. Ik heb de starter pack gekocht. Misschien voor potion daarom. Krijg ik nu? Oh, ik krijg 15 minuten weer 2 keer strength staat er. Nu krijg ik er wel 6.000 per klik. Oh, nu wel 6.000 per klik? Misschien moest het gewoon nog even inwerken. Je kan trouwens ook weer aan het rad draaien. Ik denk dat het inderdaad moest inwerken. Aan het rad draaien. Wat gaan we krijgen? 750 winst maar erbij. Nee. Oeh, ik heb 1 miljoen, Jesse. Zullen we weer gaan racen om te kijken of we hem al kunnen verslaan? Heb jij 1 miljoen winst? Yup. 1 miljoen strength. Niet 1 miljoen winst. Oh, ik dacht al. Maar als we hem verslaan, hè, hoeveel trofeeën krijgen we dan? Want je kan nu ook naar het volgende level.
Ja, dat is eigenlijk wel wat ik wil gaan winnen. Dus misschien dat we dat wel kunnen krijgen. Oh, yes, die wacht, daar is een cadeautje klaar. Die heb ik al toch al leuk geopend. Oh ja, ik ook. Het is 15.000 strength, maar dat is nu echt heel weinig. Nee, daar hebben we echt helemaal niks aan. Wow, jij ging echt keihard weg op mijn beeldscherm. Ik ben nu al... Ik heb gewonnen! Wow, ik heb echt heel makkelijk geworden. Ik kon niet eens knipperen met mijn ogen en ik was over de finish. Ik ook. Dit is geweldig, Jesse. Oké, op deze manier moeten we gewoon heel wat winst gaan verzamelen. Want het is nu echt zo makkelijk. We kunnen nu... Zo, jij was echt heel snel weg, inderdaad. Volgens mij hoef je maar twee keer te racen. Dan kunnen we ze daar ook verslaan. Hoeveel winst heb jij nu? Hoeveel krijg je er nou per keer bij? Nou ja, dat weet ik nog niet. Er komen er nu een paar bij, denk ik. Oh, ik kan al naar het volgende level. Jij ook? Oh, ik ook. Let's go. Ik bedoel, deze mensen hier zijn veel te makkelijk voor ons. Die zijn echt niet op ons niveau. Hé, wie ben jij? Hij staat op GGG. Ik denk dat hij heel goed is, want hij heeft 87 miljoen strength. 87? Oké, Alex, we moeten trainen. Of zullen we eerst een race doen? Kijken even waar we staan. Nou ja, we kunnen hier wel beter trainen dan bij de vorige, zie je dat? Ja, deze kan ik nog niet. Ik moet eerst deze doen. Nee, maar hier wel. Wow. Plus 50. Ik krijg 40.000 per keer erbij. Nu snap ik wel waarom mijn miljoenen sterkheid had. 40.000, ik krijg letterlijk de helft van wat jij krijgt. De helft? Wow. Heb jij ook die boost gekocht voor 9 Robux? Nee. Welke boost? Nee, ik heb alleen de starter pack gekocht. Oh ja, ik zie hier namelijk ook een OP boost staan van iets. OP boost? Maar ik weet niet precies wat dat doet. Oh, ik krijg er nu ook 40.000. Oh, ik zie ook een OP boost. Ik weet niet wat je daaraan hebt, maar die heb ik niet gekocht. We krijgen letterlijk 40.000 erbij per klik. En we hebben ook nog die 15.000 winst over. Dus daarmee kunnen we misschien ook nog een nieuw eitje gaan kopen. Zullen we een eitje kopen? Dat is helemaal goed. Ik kom met je mee. Oh, maar het eitje is niet heel goed. Oh, je hebt hier een ei voor 2 miljoen winst. Dat is wel echt heel veel. Zullen we kijken of we de marriage egg kunnen kopen misschien? Dan moeten we wel wat extra winst halen. Ja, dan moeten we eerst even één race doen. Ik ben wel benieuwd hoe goed we nu zijn. Ja, ik ook wel. Ik bedoel, er is nu een zeemonster waar we tegen vechten. Oké, we zijn echt een stuk langzamer nu. Oh, ik ben echt de langzaamste van iedereen, Alex. Ik ook. Ik haal niet eens die Aquarix in, terwijl we net alle races wonnen. Aquarix hou ik wel in. Ik heb 7 miljoen sterkheid, maar dat komt door mijn starter. 7 miljoen? Ik heb 4,5 miljoen, dus dat verschilt echt heel veel. Oh, als ik heel hard doorklik, maar dan moet ik heel hard doorklikken en doe pijn aan mijn vinger, kan ik misschien Aqua Dragon inhalen. Oh, ik heb nu net Aquarius ingehaald. Aquarius, kan je dat drinken? Ja, ik moet ook Aqua Dragon inhalen. Dit gaat me nooit lukken in de tijd die we nog over hebben. Kom op! Het gaat mij bijna lukken. Ik heb nog 20 seconden, maar ik moet zo hard klikken, wil ik hem inhalen. Maar ik kan gewoon niet harder klikken. Ik ben ook voor mijn leven om hem in te halen, maar ik kom er niet in de buurt bij Aqua Dragon. Weet je waar dit me een beetje aan doet denken? Aan SpongeBob. Inderdaad, het lijkt inderdaad op de wereld van SpongeBob. Het mist alleen nog de bloemenlucht. Ik ben Zie de finish, ik zie de finish. Kom op, klik. Ik ben sneller. Over de finish. 3 seconden, 2 seconden, 1 seconde. Hoeveel winst krijg je? Is het gelukt? Ik ben net 2 centimeter voor de finish geëindigd. En ik heb hem nu... Oh, ik heb hem wel gehaald. Echt net aan. Hoeveel winst heb je? Ik heb 55.000. Kijk mijn auto. Zo, ik ga nu kijken hoeveel winst ik erbij heb. Ik heb er nu 63.000. We hebben een nieuwe auto. Deze is cool. Oh, inderdaad. Oké, laten we een eitje openen. De marriage egg. En wat gaan we krijgen? Oh, ik heb een nieuwe blauwe auto. De marriage egg. Ik ben er ook wel benieuwd naar wat we daar krijgen. Ik heb een octopus, een blauwe. Ik heb ook een octopus. Hij is zeldzaam. Ja, maar ik vind octopussen echt heel vies. Hoezo? Ze hebben allemaal van die tentakels. Ja, ik was ooit een keer zwemmen op vakantie. Was ik het zwemmen in de zee. Toen kwam er zo'n vies ding tegen mijn voeten. Die zijn echt vies glibberig en dat vind ik echt niet leuk. Je hebt er eentje in het echt gezien? Nee, dat was geen octopus, maar een kwal. Maar het lijkt op elkaar. Eeuw. Oh, ik krijg nu 100.000 per klik erbij. Dat is zoveel. Dat is echt heel veel. Ik wil 20 miljoen hebben. Dan kan ik op de volgende loopband of op de rijband. Ik ga ook even naar deze band. 20 miljoen. Oké, 20 miljoen, dat gaat nooit lukken. Jesse, ik ben ook bij jou. Ik heb bijna 20 miljoen. Oh, ik kan weer een cadeautje krijgen. Dan krijg ik 10.000 winst erbij. Dat je bijna 20 miljoen hebt? Nee, ik heb 15 miljoen. Je hebt 15,5 miljoen strength. Nee, 16 miljoen. En dan heb ik alweer 17. Het gaat bij mij zo snel, maar het komt op mijn teddybeer. Ik heb letterlijk 10 miljoen minder dan dat jij hebt. Maar dat komt op mijn teddybeer. Heb jij die starter pack niet? Ja, maar hoeveel krijg jij dan per klik? 106.000. 106.000! Ik 40! En waarom haal je die starter pack niet? Dat snap ik niet. Omdat het zo duur is allemaal. Ja. Dat jij nou al die dingen kan kopen met al je Robux. Nee, dat kan ik niet kopen. Het is ook een beetje zonde van mijn geld. Ik weet het. Ik heb wel bijna 10 miljoen, dus het schiet op zich wel op. Ik heb nu 20 miljoen. Oh, ik krijg nu 200.000 per klik erbij.
Oh, wow. Je staat natuurlijk weer op die volgende loopband. Ja. Wow, die gouden die is gaaf. Ik heb nog nooit zo snel geklikt, denk ik, als vandaag. Die gouden die is gaaf, maar dat is een VIP. Nou, dat ga ik niet doen. Zoveel Robux heb ik niet meer. Al mijn Robux zijn op. Ik ben aan het klikken. Oh, ik ben zo snel aan het klikken. Wat kan je allemaal kopen? Je kan nog meer aids kopen voor 250.000 wins. Ja, dat is misschien wel een idee. Ik bedoel, jij krijgt er zoveel score bij vergeleken met wat ik krijg. Zullen we weer racen? Ik ben aan het wachten op jou. Ik vind het een beetje zielig dat ik zoveel sneller ben. Je wilt tegen mij racen? Ik heb een score van 15.000. Jij een score van 30 miljoen. Of daarna 15 miljoen en 30 miljoen. Ik heb nu 30 miljoen. Ik wil het gewoon proberen. Eens even kijken waar jij komt en kijken waar ik kom. Ik wil gewoon die baas verslaan. Oké, Jesse, ik kom eraan. We gaan het proberen, ja? Oké, okay, let's go! Ik ben op het racen. Oh, ik ben nog steeds zo slow, Alex. Echt waar? Ja, ik kan echt net Aqua Dragon inhalen. Oké, okay, in dat geval ga ik nog een paar klikjes doen, hoor. Dat ik überhaupt iets sneller ben. Want als jij dat dan nu niet kan inhalen, laat staan dat ik dat dan niet kan. Het is toch onmogelijk om die baas te kunnen verslaan? Die is al lang al bij de finish. En ik ben nog echt aan het racen tegen Blob. Blob de vis. Oeh, ik heb bijna 20 miljoen. Kom op! 20 miljoen? Dan ben je nog... zie je, het gaat allemaal net wat langzamer als bij jou. En dan ben je nog steeds echt heel erg slow, hè? Dat weet je. Oh, ik weet het, maar ik krijg er nu wel 83.000 bij per klik. Ik ga dit nog een klein beetje omhoog doen. Finish line, let's go. Oh, ik kom naar jou toe, ik ga ook racen. Ik ben er klaar mee. Hoeveel krijg ik nou erbij? Wow, ik heb een nieuwe auto. Ik heb 230.000 wins. Wat? Zoveel? Oké, ik moet dit nu ook winnen. Sowieso moet ik dit winnen van Aquarius en Aqua Dragon. Aqua Dragon, die haalt me in. Oké, ik ga ook gewoon nog een keer racen. Ik ga kijken of ik eerder op de finish kan zijn dan dat jij bent. Had jij net Aqua Dragon ingehaald? Ja, maar in het begin hebben we echt een hele spannende race zoals nu. Alleen uiteindelijk hou ik hem wel in. Ik ben aan het racen tegen Blob. Ja, ik heb Aqua Dragon ingehaald. Ik moet alleen nog Blob inhalen. Maar Blob, die is best wel goed in racen. Blob, die is best wel snel. Dus dat gaat niet lukken. Misschien moet ik gewoon een onderwaterkart. Denk niet ook dat Blob gewoon een veel snellere auto heeft. Ja, hij heeft een onderwaterauto. Wij moeten ook een onderwaterauto hebben. Ja, want we zitten onder water. En we zijn letterlijk tegen allemaal onderwatermonsters aan het vechten. Ja, ik moet ook een beetje leren ademen onder water. Want ik voel me niet zo lekker. Jongen, deze auto die rijdt ook niet zo snel onder water. Nee, deze gaat echt heel slow. We moeten een vissen auto hebben. Maar ik heb echt pijn aan mijn pols van al dat klikken. Ik heb ook pijn aan mijn pols van al dat klikken. Oké, eens eventjes kijken. Hoeveel trofeetjes heb ik? Wow. Wow. Oké, ik heb bijna 300.000 trofeeën. Ik kan een kerstei openen. Een kerstei, maar het is helemaal geen kerst. Nee, dat is waar, maar het zit wel. Een kerstboomknop is. Als je wat geld samen... Ik heb een epic! Een epic. Snowy Ram, oftewel een sneeuwram. Ik krijg een pigwing. Daar heb ik echt helemaal niks aan. Ik had trouwens mijn goede pets helemaal niet eens aanstaan de hele tijd. Dus daar dat het misschien zo... Alex, dat is zo dom. Oh. Ja, sorry hoor. Oké, ik ga gewoon weer even trainen. Want ik moet gewoon nog even wat sneller worden. Ik zet mijn Octopus en Snowy Ram aan. Oh, trouwens... Kijk mijn hele leger achter mij aan, achter mijn kaart aan. Alex, we vergeten helemaal trails te kopen. Oh ja, inderdaad! Ik heb een nieuwe trail gekocht. Ik krijg er 300.000 per keer erbij. Wow. 250.000? Ja, dat heb ik helemaal niet meer. Ah. 300.000. Oh, we hebben ook weer een spin. We moeten beter opletten. Jesse, omdat ik nu die pets heb aangezet, krijg ik 400.000 scoren erbij per klik. 400.000 per klik? Dat is volgens mij meer dan dat ik krijg. Ik krijg, even kijken... Alex, ik krijg mijn 300.000 per klik erbij. Hoe kan je zoveel geluk hebben? Ik had de hele tijd gewoon mijn pets vergeten aan te zetten. Ik heb al meer dan 50 miljoen scoren. 50 miljoen? Opeens ben je sneller dan ik. Dit vind ik helemaal niet leuk. 50 miljoen? Oh, het gaat door naar de 70 miljoen. Ik ga gewoon door naar 100 miljoen scoren. En dan moet ik de race wel winnen, lijkt mij. Oh, jij gaat opeens veel sneller dan ik ben. Ik wil 100 miljoen. Alleen, dat is echt heel erg veel. Hoeveel scoren heb jij nu? Ik heb nu 75 miljoen. Ben je hier niet naast? Oh, 75 miljoen. Dan heb je best wel bijna hetzelfde als wat ik heb. Oké, ik heb 90. Oh, ik heb nu pas 80 miljoen. Je hebt me echt keihard ingehaald opeens. Ik heb 100! Oké, wacht erbij. Ik wil ook 100 miljoen. En dan gaan we weer een race doen, ja? Dat is helemaal goed. Ik heb hier zoveel zin in, omdat ik nu ook mijn pets heb aangezet natuurlijk. Ik ben zo hard aan het klikken. 95 miljoen, 96 miljoen, 97. Alex, ik heb het bijna. Oké, ik heb het. We gaan racen. Nu moeten we Blob de vis toch wel inhalen. Oké, ik kom naar jou toe. Oké, ben je er klaar voor? 3, 2, 1, Blob halen we sowieso wel in. Oh nee, Jesse, die was echt heel snel weg. 3. Ja, ik heb er gewoon zin in. Oké, Blob de vis is nog steeds heel snel.
Er zijn inderdaad een paar heel snel, maar ik ben nu wel gelijk met Blob op het begin. En Blob houdt sowieso in. Blob is sowieso best wel moeilijk gehaald. Oh, maar die eerste, die is zo goed. Die is zo snel, dat is echt niet normaal. De geëvalueerde trilpad, die is echt supersnel. Die is echt heel erg snel. Oh. Ik denk echt dat we die nooit gaan inhalen. Nee, die gaan we echt nooit. Het lijkt alsof hij een groene appel op heeft gegeten, waardoor hij zo snel is. Die gaan we nooit inhalen. Oh. En dit was de video. Klik even hier op je andere video's te zien. Want dan wil je zeker niet missen. En ze gaan weg in 3, 2, 1...